openbaring om een aantal tonics te proeven die eigenlijk hier ook heel ver uit elkaar liggen van smaak. Leuke bevestiging dat een tonic dat ik regelmatig drink er ook tussen zit en eigenlijk voor mij ook wel als beste score. Dat was wel tof. Ik heb de gin niet echt gemist, zo kon ik echt de pure smaken van de tonic misschien wel wat beter proeven. Voilà, tonic tasting voor Roularta met 6 verschillende tonics, 6 verschillende smaken. Eigenlijk een beetje voortgevloeid uit Tournee Mineral tonic tasting dat ik ontwikkeld had. Daar hebben we er 10 geproefd, nu een klein beetje ingekort tot 6. Om over de middag personeel te verblijden met een variëteit aan tonics.